Ik run ons bedrijf samen met mijn moeder Gerry. Mijn broertje Arjan en vriendin Tessa springen er regelmatig bij. We melken 130 koeien met 2 robots en houden 55 stuks jongvee op 77 hectare grond. Na invoering van de fosfaatrechten hebben wij ervoor gekozen om de ruimte maximaal te benutten. We zijn van 95 naar 55 stuks jongvee gegaan en we houden alleen de kalven aan van onze beste koeien die zich al bewezen hebben. Ook zijn wij gaan sturen op een hogere levensproductie. Ik loop het liefst in de stal, zodat ik mij kan focussen op de gezondheid van mijn koeien. Als ik één dag op het land aan het werk zou gaan en ik mis daardoor net één koe met mastitis, dan baal ik daar echt een week van. Ik probeer zieke koeien in een vroeg stadium op te sporen. Ik neem de temperatuur op, controleer de glijdbaarheid en de herco-activiteit van de koe. Goede hygiëne in de stal vind ik belangrijk. Daar voorkom je een hoop problemen mee. Dat geldt ook voor het jongvee. Het op tijd opstrooien van de hokken zorgt ervoor dat de kalveren er droog en schoon bij liggen. Op het gebied van ruwvoer proberen we er ook strak op te zitten. Door bijvoorbeeld het gras binnen 2 dagen in te kuilen. En bij de kuilen proberen we het er ook strak bij te houden. Elk jaar stellen we met Bram doelen voor het komende jaar. Dit jaar hebben we goed gekeken naar het droogzetprotocol. Bram die kijkt echt kritisch naar het voermanagement en let goed op het melkveerantsoen en het droogstandsrantsoen. Het kerngetal meetmelkproductie per kilogram fosfaat is belangrijk omdat dit weergeeft hoe efficiënt een bedrijf omgaat met zijn fosfaatrechten. Door dit te volgen kan een bedrijf binnen zijn fosfaatrechten meer melk produceren en daarmee zijn omzet verhogen zonder daar extra rechten voor aan hoeven te kopen. Tegelijkertijd stijgt hiermee ook de voerwinst per melkkoe. De familie Berenpas zijn echte vakmensen die streven naar het maximale technische resultaat. Of het nu gaat om de melkproductie, de jongveeafok of de ruwvoerteelt. Overal proberen ze het maximale uit te halen. Door op alle gebieden te optimaliseren, laten zij zien dat het mogelijk is om zowel de levensduur en gezondheid als de melkproductie van de veestapel te verhogen. Ze stellen duidelijke doelen en staan dan ook open voor nieuwe adviezen en producten. En weten deze dan ook vaak succesvol en goed toe te passen in hun bedrijfsvoering. Het mooiste moment van de dag vind ik als ik 's morgens in de stal kom en zie dat het lekker rustig is. De robots draaien en je ziet dat de koeien tevreden zijn. Dan ga ik achter de computer zitten om de resultaten te bekijken en ben trots op mijn koeien die weer goed hun best gedaan hebben.